Maar collega's, ik zal misschien beginnen met een bekentenis. Ik heb een ideologisch probleem met nucleaire energie. Ja, ik heb een ideologisch probleem met nucleair afval. Ja, ik heb een ideologisch probleem met nucleaire onveiligheid. Ja, ik heb een ideologisch probleem met de dominantie van één speler en één technologie op de energiemarkt. Ja, onze fractie is de enige fractie in dit half rond die blijkbaar een ideologisch probleem heeft met nucleaire energie. En ik ben er nog trots op ook, collega's. Ik ben er nog trots op ook. Monsieur Teubens. Mais lui, au moins, il demande ta parole, monsieur. Je n'ai pas vu. Meneer Calvo, verontschuldig mij dat ik het zeg, maar de kleuters hebben in ons land nog geen stemrecht. Meneer Teubens, dat was een ongelooflijk briljante tussenkomst van u, terwijl ik het enkel alleen al maar had over dit. SPA schiet Kernplan Wattele af. Geen kleuter, niet Christophe Calvo, niet Greenpeace, maar Bart Martens, Vlaams parlement zit voor de SPA. De dag van de beslissing. SPA schiet Kernplan Wattele af. Niet kleuter schiet Kernplan Wattele af. Nee, Bart Martens, SPA. En om het helemaal volledig te maken, de dag voordien, Bruno Tobak in de Standaard, 3 juli. Kerncentrales sluiten, investeren in hernieuwbare energie, dat is pas relance. Niet Christophe Calvo, geen kleuter, Bruno Tobak. De zeiler uit Leuven, Bruno Tobak. Meneer Teubens, ik citeer meneer Martens, heel kort. Onze partij gelooft niet in het nut van die verouderde kerncentrales. He? Martens, ik ga verder. He? Ik heb u nog voorgesteld om op tijd te stoppen met uw tussenkomst, maar u hebt dat niet willen doen, dus laat mij dan even verder lezen. He? Martens had hierover contact met vicepremier Johan van den Houten en partijvoorzitter Bruno Tobak. Bruno Tobak die een dag ervoor zegt van we gaan ze zeker niet verlengen, want dat zou echt geen relance politiek zijn. Ik vervolg het artikel. Het duo wilde zelf geen commentaar kwijt voor het kernkabinet, maar volgens Martens gaven zowel van den Houten als Tobak hem te verstaan dat ze het plan een teleurstelling vinden. Eén dag, wat zeg ik, een halve dag, anderhalf uur kernkabinet en een bocht van 180 graden. Anderhalf uur kernkabinet, een echt kernkabinet in deze, een nucleair kabinet en een bocht van 180 graden. En